op deze dinsdag van 13 augustus 2024 heeft het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur een uitgebreide persconferentie gehouden, waardoor directeur Algemeen Vormend Onderwijs Halima Poussa en de minister van Onderwijs Henry Ory dan de voorlopige stand van de studieresultaten zijn bekendgemaakt. En zowel door de directeur Algemeen Vormend Onderwijs als ook door de minister van Onderwijs Henry Ory werd erop gewezen dat dit schooljaar de studieresultaten iets wat pover zijn in vergelijking met de voorgaande schooljaren. En daar zal allemaal onderzoek aan moeten worden gepleegd hoe dat allemaal komt. Wij voeren nu naar directeur Algemeen Vormend Onderwijs Halima Poussa, gevolgd door onderwijsminister Henry Ory. Resultaten van leerjaar 10 en we hebben dus gisteren hebben de meeste leerlingen van leerjaar 10 hun resultaat gehad. In vergelijking met vorig schooljaar hebben dit schooljaar 11.638 leerlingen deelgenomen aan assessment van leerjaar 10. Vorig jaar was het 10.002. Voor dit jaar hebben we al academisch gericht onderwijs heeft het advies. 8.680 leerlingen hebben als advies academisch gericht onderwijs. En beroepsgericht onderwijs 2.958 leerlingen. Als we de resultaten vergelijken met vorig jaar, concreter welke profielen en welke niveaus, is het dienstensector of technische sector, hebben we voor dit schooljaar nog niet. Het resultaat is gisteren bekendgemaakt. Er zijn nog wat inzichten en veranderingen misschien. Rekening houden daarmee hebben we eind deze maand concrete informatie voor u. Wat de profielen, welke profielen, hoeveel leerlingen en hoe specifiek de uitslagen zijn. Milo 4, zoals we dat kennen, oud Milo 4, hebben deelgenomen dit schooljaar 5.112 leerlingen. Daarvan hebben leerlingen, 2.505 leerlingen hebben herkansing, geslaagd voor herkansing, dat is 48,9%. Tussen 12 en 15 augustus, dus deze week, maken 680 leerlingen her, dat is 13,3%. De minister gaat even in op deze resultaten. Ja. Nee, u ziet het dat we, dus als we alles bij elkaar optellen, dat we dus in die VOJ van ons, het voortgezet onderwijs, dus bijna een kleine 16.000 leerlingen hebben. En als we dit resultaat moeten bekijken, dan zien we toch inderdaad dat het ongeveer 20% gaat dus naar het beroepsonderwijs. En ik dacht, vorig jaar was het bijna 50%. Ja, dus 7%. Dus dat is een bijzondere discussie, want u ziet dat ouders eigenlijk niet makkelijk instemmen met dus hun kind doorverwezen wordt naar het beroepsonderwijs. En we zien dat dit jaar toch wel een grotere tendens bestaat, even om het als tendens, trend even aan te geven, om toch dat heel veel ouders instemmen met dus algemeen vormend onderwijs. Ja, dus, en wij zeggen ook dat we veel meer beroepsonderwijs moeten promoten. Dat is een interessant gegeven. We zien bij Milo, de vierde jaar, dus dat toch wel, we zijn de uitfasering, dat we toch zien dat we dat resultaat zelf toch ons tegenvalt, 49%. We zouden daar toch wat hogere cijfers moeten verwachten. We hopen dat met die herkansingen dus straks een correctie komt, dat je toch richting 60%, 58-60% komt. Dat zijn twee interessante conclusies, ja. Dank u wel, minister. Dan hebben we de VHN-toetsen gehad, dat zijn die toelatingstoetsen die worden gemaakt. Milo 3, leerjaar 11 en Milo 4. Als we dat vergelijken, dan hebben we dit jaar leerlingen die geslaagd zijn na her voor VWO, 21,7% uit de 11.698, dat is 2538. Geslaagd na her voor HAVO, 10,2% en geslaagd na her voor NATIN, 27,8%. Dit zijn de resultaten van de toelatingstoetsen voor leerjaar 11, dat is Milo 3, zoals we dat kennen, en Milo 4.
De mogelijkheid bestaat dat een leerling alle drie pakketten kan halen, waardoor deze in totaal aan alle niveaus is neergeteld. Daarom is de som van de percentages niet gelijk, als u dat dus even snel gaat optellen voordat u mij een vraag stelt. Dus ik ga het even snel aangeven. Slagingsresultaten van onze VOS-scholen, dan hebben we het over VWO en HAVO even. In vergelijking met voorgaande jaren hebben we dit jaar 78,3% geslaagde en afgewezen voor VWO 21,7%. Daartegenover hebben we 61,8% voor HAVO en 38,2% is afgewezen. Dit is onze VWO en HAVO resultaten van dit jaar. In vergelijking met voorgaande jaren ziet u dat hier kleine verschillen. Maar waarom ook? Voorgaande jaren hadden we een aanpassing vanwege COVID-periode, onder andere waardoor er leerproblemen ontstonden, leerachterstanden bij de leerlingen, zijn de examens aangepast. Maar dit jaar zijn we teruggegaan naar normaal, waardoor dus we dit jaar een examen hebben opgesteld en alle vakken zijn geëxamineerd in vergelijking met de COVID-periode. We zijn terug naar normaal. Ten opzichte van 2 jaren toch een lichte 0,5 achteruitgang. Dat moet kunnen komen, het is ongeveer stabiel kun je zeggen. HAVO mag je toch rustig zeggen dat daar toch even iets is wat een kleine dip is van natuurlijk 64,4% naar 61,8% is een daling. En dat is inderdaad zo, maar HAVO kent 2 niveaus, dacht ik, van 2 jaren en 3 jaren. En dat is ook belangrijk dat het niet zo eenvoudig is. HAVO hebben inderdaad, we zien in de 4e klas, op de 1e klas toch wel veel blijven zitten. Dus ook, het is een curriculum dat nader bekeken is, vandaar we onderscheid maken tussen een 2-jarige en een 3-jarige. 3 jaar is het curriculum wat uitgebreider en verspreid over 3 jaren. En daar worden ook redelijk betere resultaten geboekt aan 2 jaar. Dank u wel, minister. Dan hebben we IMEO, Pedagogische Instituten en NATIN. Pedagogisch Instituut, 107 leerlingen zijn direct geslaagd. En na herkansing hebben we dus 138 leerlingen. Dat is opgekomen. 71,5% van de Pedagogische Instituten zijn dus geslaagd uit de 107. Direct geslaagd, dus 138 leerlingen. Nadien hebben we 430 leerlingen van verschillende richtingen die hebben deelgenomen aan het examen. Daarvan is 81,3% geslaagd. Dat is 350 leerlingen van de verschillende studierichtingen op Nadien. Hebben we de IMEO-scholen? We hebben de verschillende IMEO-scholen. In totaal hebben 1522 leerlingen deelgenomen aan het examen. Daarvan zijn geslaagd 332, dat is 21,8%. Afgewezen 1112 en dat is 73,1%. We hebben ook een drop-out op IMEO 5,1%. Dat was dus van dit jaar. Als we even kijken naar dit resultaat, het is merkwaardig, 21,8% ja. Er zijn tal van factoren die leiden tot drop-outs, maar ook tot dit resultaat. Omdat meestal de leerlingen die naar de IMEO-scholen gaan, zijn de leerlingen die dus niet naar een VWO-HAVO-school gaan. En dan gaan ze dus naar de IMEO-scholen. Ze beginnen vroeg te werken en bij velen lukt de combinatie tussen werken en studeren niet. Daardoor dan verwaarlozen ze de school. We hebben recent een petitie gehad van de studenten. Er is al gereageerd, de studenten, als alles goed is, maken ze vandaag morgen herkansing. De studenten hadden 2 zorgpunten. 1 was 80% moest verlaagd worden naar 70% van het aantal vakken om over te kunnen gaan. En 2e vraagstuk was als we hun een herkansing kunnen inlassen, zodat ze dus met 1 vak. Alle leerlingen van IMEO die slechts 1 vak openstaan hebben om te kunnen slagen, zijn in aanmerking gekomen voor een herkansing in die ene vak. Maakt dan niet uit als het is in leerjaar 1, 2, 3 of 4, maar het gaat om 1 vak. En module dan, wat zo noemen ze dat nu, daarin krijgen ze dan herkansing in deze week. Maar het percentage van 80-70% hebben wij helaas niet kunnen terugbrengen, want het is een stukje beleid. We hebben dat vastgehouden.
De leerlingen zijn vooraf voorbereid daarop en we kunnen de norm niet gaan verlagen. Vandaag gaan we het verlagen naar 70%, volgend jaar gaan we het moeten verlagen naar 60% en straks wordt het 0%. Dus we blijven wel vasthouden aan het beleid, omdat we kritische burgers willen hebben en we willen wel hebben dat onze burgers en vooral onze MBO-studenten die moeten gaan naar beroepsonderwijs, wel weten waarvoor ze staan. Dus daarom hebben we dat niet verlaagd, minister. Ja, maar toch zullen we heel ernstig moeten kijken naar het resultaat van MAO, omdat toch deze doelgroep erg interessant blijkt voor ons bedrijfsleven en de overheid. Er zijn heel veel kadermensen voor middelbaar die dus op heel veel functies zitten van financieel management, administratieve krachten. En toch is dit resultaat zeer onbevredigend voor ons. En, we gaan zeker met de directeur aan tafel moeten gaan zitten om dit resultaat grondig te bespreken. We zien ook een tendens dat er ook de inschrijvingen nemen af, als ik het correct heb. Ja, en dat is toch iets wat wij moeten gaan. Het blijft een aantrekkelijke functie natuurlijk voor de backbone van administratieve organisatie die we zowel voor het bedrijfsleven als bij de overheid interessant vinden. We zullen ook moeten kijken op die arbeidsmarkt, wat precies de plaats is van onze MBO'ers. Ik moet zeggen, heel veel hebben hun werk gevonden in het verleden, ook in het bedrijfsleven en bij overheid. En het gaat erom dat we samen moeten gaan kijken waar het aan ligt. Men heeft wel behoefte om het curriculum goed te bekijken op het stuk van sluit die aan op het vragen van het bedrijfsleven, van de overheid. Om te kijken hoe je die stageplekken en ook de combinatie van leren en werk kunt combineren. Om die studierichtingen die daar nu op het ogenblik als specialisatie zijn, goed te doorlichten omdat er iets aan de hand is. Dat er iets aan de hand is met de studenten, hun motivationeel profiel, dat is ook duidelijk uit de resultaten te zien. We gaan werk van maken met de actieplan om dit ook met ook het verhaal van de drop-outs te bekijken, want er is iets aan de hand hier. Wat factoren heeft betreft van de school en de leerkrachten en ook de studenten. Er moet iets gaan, kan niet anders als je zo'n laag percentage ziet, dat er iets aan de hand is. Ik weet uit de pers uitingen dat ik kennelijk voor verwarring zorg als ik zeg uitfaseren. Maar natuurlijk is het zo dat die onderwijsvernieuwingen al een heel tijdje worden voorbereid, waarbij ook gekeken wordt naar de positie van onze MULO-school in de algemeenheid. Nogmaals, die vernieuwing heeft betrekking op basisonderwijs van een 10-jarige basisschool waar we geïntegreerd hebben 2-jarige kleuter. U weet nog, u bent lage vreubel heeft u gedaan en hoge vreubel noemen ze leerjaren 1, 2. En we hebben dan 6-jarige hoog lager onderwijs, zoals we het weten, 1 tot en met 6 zijn geïntegreerd tot leerjaar 8. En de bovenbouw bij ons heeft te maken met het leerjaar 1 en 2 van MULO, die zit in leerjaar 9 en 10. Zo moet u het even praktisch begrijpen. Daarnaast hebben we dus nu 2 jaar MULO nog resteren. Dat zijn dus de leerjaren 11 en 12. Ja? Dus die ouderwetse MULO, zoals we dat kennen, is niet verloren gegaan. Maar die krijgt een nieuw jasje. Waarbij we goed kijken naar het curriculum. En vooral kijken naar de beroepsoriëntatie van kinderen. En wat wij gaan doen met MULO, het MULO-onderwijs een nieuwe snit geven, het curriculum inhoudelijke aanpassen. En u weet ook in de traditionele MULO A, MULO B, ja, dat waren de 2 smaken die we hadden. Je ging naar A, administratief, de A-richting heette dat, en de B-richting, dat was meer de wiskunde-richting en dat maakte nogal wat verschil voor de doorstroming of je een A-diploma had. Vroeger ging je naar de handelsschool. En je ging naar IMEO, maar nu is het ook B, is natuurlijk de academische vorming. Wat wij nu doen is ook de mogelijkheid wat ingezet is voor MULO C. Ja, waarbij de nadruk is op ICT-vakken en talen, dacht ik. Ja, dat is heel belangrijk. En dat is dus ook als experiment ingezet van de 17 scholen hebben afgelopen studiejaar, als ik het goed heb, een MULO C-richting gehad. En we werken nu aan de inzichten om zelfs de MULO D-richting, wat een paar keer ook bij mijn voorganger behoorlijk bewierookt werd, inzichten over om daar kunst, cultuur, beeldende vorming in te brengen. En omdat het hier gaat om talenten.
talenten vroeg bespeuren. En dat we niet alleen mensen bezig moeten houden met een A- en een B-richting, maar ook uit moeten buiten een C- en een D-richting. C is al een beetje voor een deel ingezet. Nu moeten we volledig gaan kijken wat het curriculum van een D-richting is. Maar dat vraagt ook overleg met het veld, de huidige opzet. En nogmaals, het is de bedoeling dat wij met het veld ook die uitfaseren op een correcte manier gaan uitvoeren. Het betekent ook dat natuurlijk MULO-directeuren, het overleg van MULO-scholenberaad, met ons samen gaat kijken hoe die uitfaseren allemaal eruit zit. En dat betekent dat wij in staat zullen zijn, eindelijk na zoveel jaren, het oude bekende MULO natuurlijk inhoudelijk curriculum aan te passen, meer aan de eisen van deze tijd. En straks richting die uitstroom naar verdere keuze van studierichtingen, niveau van onderwijs en de arbeidsmarkt kijken. En het concept is eigenlijk meer talentontwikkeling. Dat je meer keuze hebt binnen het MULO-onderwijs om je talenten vroeg te ontdekken. En daar een beetje specialisatie aan te geven. En de doorstroming naar natuurlijk academische vorming, beroepsvorming of naar je eigen talent. Dat is meer op het niveau van ICT-talen en ook kunst en cultuur. Voor de verschillende onderwijsniveaus, basisonderwijs. We hebben twee perioden, augustus en september zijn de twee periodes. We hebben ook leerlingen van leerjaar 10 die niet geslaagd zijn. Ze hebben assessment niet gehaald. Onvoldoende, heel slecht gewerkt. Die gaan het leerjaar opnieuw doen. Dan worden die ingeschreven in de school. Er is ook wat ruis dat leerjaar 9 en 10 op de LBO-scholen, we hebben LBO-scholen waar ook een leerjaar 9 en 10 is, dat die scholen geen leerjaar 9 en 10 gaan inschrijven. Het is niet waar. De scholen schrijven gewoon leerjaar 9 en 10 in. Alleen gaan we een coördinator aanwijzen die dan zegt de communicatie en alle logistieke zaken en alles rondom het onderwijsproces van leerjaar 9 en 10 in die school gaan bewaken en gaan coördineren. En we hebben dan leerjaar 11, 12, dat is dan beroepsonderwijs, LBO-scholen, zoals we dat kennen. Daar heb je dan een andere coördinator of een directeur. Maar alleen een scheiding. En dit is al gecommuniceerd met de schooldirecteuren. We hadden vorige week MULO-schooldirecteuren beraad op kantoor. En die hebben dus alles al meegekregen. We hebben samen overeenstemming bereikt. En alles loopt al goed. Dit is dus eigenlijk inschrijvingsperiode. We hebben driejarige screening gehad. Leerlingen, we hebben dus heel veel verzoeken gehad van ouders om een flinke kind die ze thuis hebben al in de school te krijgen, want ze merken dat dat kind dus flink is en eerder naar school kan gaan. Dat traject zijn we ingestapt. We hebben twee registratiesperioden gehad. Hier is in kaart gebracht hoe de registraties zijn verlopen en de aantallen. De eerste keer hadden we 724 registraties, waarbij 41 verkeerd ging, want de ouders hebben hun eigen geboortedatum ingevuld in plaats van het kind. 36 kinderen hadden geboortedatum na 31 maart, dus die waren dan buiten de boot, want er waren wat regels. Je moest 31 maart, uiterlijk 31 maart, de leeftijd van 4 jaar bereiken. 120 waren reeds al 4 jaar, dus die hoefden niet te registreren, die gaan automatisch al naar school. En 272, die hadden de peuterschool niet bezocht en of waren ook niet zindelijk. We hebben een tweede registratieperiode uitgezet en waarom? Er waren heel veel vragen en ouders gaven aan dat ze de eerste registratieperiode niet hadden gezien. Communicatie, we hebben dat weer opgepakt. En dan hebben we daarna 873 registraties gehad, waarvan 653 dubbel geregistreerd waren. Zelfs drie keren. Dan heeft de vader geregistreerd, de moeder heeft geregistreerd, een tante, een oom, een opa. Allemaal hebben voor datzelfde kind geregistreerd. 220 waren nieuw, waarvan 55 voldoen aan de selectie. En 165 hadden wederom een geboortedatum ingevuld van de moeder of de vader. En het kind was dus niet zindelijk en of nog niet een peuterschool hebben bezocht. We hebben op een gegeven moment de screening ingezet van zij die wel voldoen. Ze hebben een bericht ontvangen. 84 zijn naar de psycholoog gegaan om een kinderpsycholoog te benaderen voor een test. We hebben tot gisteren al 84 rapporten gehad. Al deze 84 ouders hebben reeds een toestemmingsbriefje gehad om dat kind in te schrijven op een school. Vandaag melden nog meer ouders zich aan. We zijn tot en met
30 augustus gaan we dus door om de rapporten binnen te halen om de leerlingen in te schrijven. Naar een school, naar wens van de familie, van de ouders. Inschrijving op de basisschool kan in een tweede periode, 23 tot 30 september, omdat een kinderpsycholoog niet voor het rapen ligt, daardoor hebben we de periode ook verruimd. We hebben zelfs nog van de week nog afspraken met een groep van psychologen. Die hebben gisteren aangegeven dat ze ook even ernaar willen kijken, om te kijken hoe we een samenwerking aan kunnen gaan, om dan nog de groep die geholpen moet worden, te helpen. Die verder gevoelig, om het maar zo te zeggen. In het verleden heeft de commissie werk gedaan om een test te ontwikkelen om driejarigen te screenen. En na verloop van tijd heeft men tot de eindconclusie getrokken dat men toch het afraadt om à la dolle een driejarige in te schrijven. Omdat het experiment niet succesvol is, omdat men ziet toch dat de kinderen afhaken, toch grote problemen krijgen. Toch blijven ouders geloven in Suriname dat hun driejarige kind een flinkie is. En dat respect moeten we blijven. Maar over het algemeen valt het vies tegen als het gescreend wordt op basis van psychologische testrapportages. Toch zie je dus dat mensen vinden en vinden nomo, dat het moet. We hebben vorig jaar natuurlijk bij stijf gehouden dat wij niet inschrijven kinderen van 3 jaar. Toch omdat de politiek zich mee kan bemoeien, ze hebben mij aangesproken ook een paar keer als minister, waarom bent u zo koppig of waarom wilt u niet meewerken? Wel nu, we hebben die gelegenheid toch weer gecreëerd. Beste, u moet dat een keertje begrijpen. En wat we nu hebben gedaan is toch wel een mogelijkheid te bieden om te screenen. En dan zie je dus heel verrassende resultaten weer. We hebben wel gezegd dat we dit keer het anders doen. Er is geen centrale screeningscommissie. We maken gebruik van de deskundigheid van een aantal psychologen in ons land. En het punt is wel dat de overheid ons ministerie niet betaalt voor de psycholoog. En we hebben gezegd dat op basis van het rapport wordt de geschiktheid van het kind ondersteund, aangemoedigd door een test die dus de psycholoog afneemt bij ons, bij het kind. En daarvan maken we gebruik om de kinderen in te schrijven. Dus het is een andere situatie. Je ziet in ons geval is dat de ouders gewoon betalen voor de kosten van bij de psycholoog. Ja, en dat geeft ook een drempel. Desalniettemin zien we toch dat er een behoorlijke hoeveelheid mensen hebben geregistreerd. En we hebben 84 al binnen, maar op een gegeven moment zullen we zien. Ik schat in dat we zeker rond de 150 misschien zullen halen, die toch gelegenheid zullen krijgen om zich in te schrijven. Maar we moeten ook de vervolgstappen heel grondig gaan bekijken van deze kinderen. Ze volgen, zodat we niet zien dat ze te vroeg uitvallen. Dus 1 is een psychologisch rapport, 2 is volgen van de kinderen. Maar wij hebben dus de gelegenheid gecreëerd om toch op basis van deze procedure 3-jarigen toe te laten. Ook met betrekking tot de inschrijvingen aangeven dat er een registratieperiode is. Er zijn linkjes voor VOS-scholen en voor leerjaar 10 ook. Er wordt geregistreerd. Er zijn ook toevoerscholen. Dat is al doorgegeven door inspectie, via inspectie en bureau BVOJ. We hebben alle scholen al de toevoerscholen gehad. Dus de leerlingen van leerjaar 8 die naar leerjaar 9 moeten gaan. De scholen hebben allemaal de informatie al gehad naar welke toevoerschool ze moeten gaan. Bijvoorbeeld als we kijken naar Penny en Jan, heeft Penny en Jan al de namen gehad wat de toevoerscholen zijn voor hun leerlingen. Dus die leerlingen van leerjaar 8 gaan naar leerjaar 9, kan zijn Sri Hanuman school en de Saraswati school. Daarnaast hebben we ook voor Natin een registratielink, de mensen, de studenten registreren, VWO, HAVO ook. Na de registratie krijgen ze een bericht en dan mogen ze zich aanmelden op de desbetreffende school.